Alleen al het feit dat wij inderdaad het single blijven als serieuze optie Ja. voorhouden, want dat doen we wel. Dat interpreteert de Tweede Kamer, of in ieder geval toen interpreteerde de Tweede Kamer dat al gauw, jullie leggen dat op. Herman van Wijngaarden, de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen tegen homogenezingstherapie. Wat versta jij daaronder? Dat is een hele goede vraag. Een grote vraag die ik heb bij het wetsvoorstel is dus wat de Tweede Kamer eronder verstaat. Ja. Ik ben er geneigd eronder te verstaan de vrij extreme vormen van behandelingen die er doelgericht op, die ten doel hebben om iemand van zijn homoseksuele gevoelens af te krijgen door weet ik, psychotherapie of door duiveluitdrijving of dat soort dingen. Ja, want jij bent zelf ook onderdeel geweest van dat onderzoek, geloof ik, of jouw stichting Hart Ja. voor Homo's. Ja. Wat voor een indruk kreeg je van die onderzoekers? Waar waren ze op uit als het gaat om homogenezingstherapie? Wat dachten ze wel of niet te zien bij jouw stichting? De ontmoeting was heel sympathiek. Ik heb een leuk gesprek met ze gehad. Ja. En ik moet zeggen dat ze in het onderzoek, zoals ze dat gepubliceerd hebben, ook goed weergave hebben gegeven van dat gesprek. Tijdens het gesprek bleek al wel dat zij een hele brede definitie van homogenezingstherapieën erop nahielden. Dus niet alleen die dingen die ik net zei, maar ook alles wat in hun woorden erop gericht is om homoseksuele gevoelens weg te drukken of niet te praktiseren. En zelfs de visie dat het huwelijk bedoeld is voor een relatie tussen één man en één vrouw, schaarden zij onder dat kopje homogenezingstherapieën. Ja, want die overtuiging die heb jij zelf, dat het alleen bedoeld is voor man en vrouw. Ja, ikzelf en Hart van Homo's heeft die overtuiging wel dat het huwelijk bedoeld is voor een relatie tussen man en vrouw. Ja, jij bent zelf homo, je Ja. hebt zelf die gevoelens. Is dat niet heel lastig om dan tegen die oriëntatie of die natuur, zoals sommigen het ook zien, in te gaan? Ja, maar dat doe ik dus niet. En dat bepleiten we ook niet bij onze jongeren. Ik heb het ook wel eens geschreven, ik ben homo en ik doe homo. Alleen tot een bepaalde hoogte. Ik bedoel, ik leef me of ik praktiseer, zoals het dan heet, mijn gevoelens niet in een seksuele relatie. Maar ik val op mannen of bepaalde mannen, natuurlijk ook niet op iedereen. En dat vind ik helemaal oké. Okay. Dus ik heb niet het idee dat ik ze onderdruk. En in ieder geval bepleiten we dat ook niet bij de jongeren die bij ons komen. Dus accepteer ze. Je probeert niet om hen ook van diezelfde overtuiging die jij hebt op dat gebied te overtuigen. Over het huwelijk bedoel je? Ja, dat Ja. als je homo bent, dat je dan uit gehoorzaamheid voor God en zijn wetten geen seksuele relatie aangaat. Nee, dus dat is ook niet onze insteek. Ze weten dat Hart van Homo's heeft die visie wel. Ja. Homoseksuele jongeren zijn bij ons welkom. Ongeacht hun visie op geloof en homoseksualiteit. En in de praktijk, ik heb nu bijvoorbeeld een groep van zeven, waar volgens mij drie hebben of zoeken een relatie. Ik geloof dat er maar twee er al echt voor gekozen hebben om geen relatie aan te gaan. En een stuk of twee, drie weten het niet. Maar dat is dus geen issue in die zin dat het ene wel goed zou zijn en het andere niet. Nee, Ik heb een visie ja. en dat weten ze en dat vinden ze ook best. Maar mijn taak bij zo'n Bijbelstudiegroep is dat ze daarover het gesprek met elkaar aangaan. Ja, Dus maar je reikt hen wel bepaalde handvatten vanuit de Bijbel aan die gaan over homoseksualiteit. ja. Is dat sturend of is dat, ja, daar er is toch wel enige mate van beïnvloeding die je daar denk ik in toepast.
Ja, nou ja, vertel wel of ze krijgen van tevoren bij iedere Bijbelstudie trouwens, het is maar één van de 10 onderwerpen van de Bijbelstudiegroep. Bij dat betreffende onderdeel geef ik ze van tevoren een studie, stuur ik ze toe, waarin de visie van Hart van Homo's wordt verwoord. Ook omdat dat meestal de visie is van de omgeving waar ze vandaan komen. Ja. Dus ik wil ze er wel toe stimuleren om zich daartoe te verhouden. Ja. Dus ik geef ze dat mee en vervolgens in het gesprek laat ik het vrij en dan zeg ik, discussieer er maar over, zeg maar wat je er over vindt. Ja. En dan ga ik niet vervolgens, hoewel ik dat best zou kunnen, omdat ik aardig op de hoogte ben natuurlijk van de argumenten, dan ga ik niet hun argumenten voor een homoseksuele relatie onderuit halen. Nee. Nee, want het wordt nu dus waarschijnlijk verboden, homogenetische therapie. Maar ook de vorm die jij toepast, ben je daar bang voor? Komt jouw stichting nu in het nauw door als deze wet wordt doorgevoerd? Ja, enerzijds ben ik geneigd, nou ja, te denken of te hopen dat dat nog wel meevalt. Aan de andere kant ben ik er ook niet gerust op. Ik bedoel, ik vertrouw de Tweede Kamer wat dat betreft niet. Nee. Kijk, als stichting 2016 zijn we dus opgericht, kregen wij een subsidie van minister Bussemaker, die wist hoe wij in elkaar zaten. We hebben twee gesprekken met haar gehad en ze vertrouwde ons, maar de Tweede Kamer vertrouwde ons niet. Alleen al het feit dat wij inderdaad het single blijven als serieuze optie Ja. voorhouden, want dat doen we wel, dat interpreteert de Tweede Kamer, of in ieder geval toen interpreteerde de Tweede Kamer dat al gauw, jullie leggen dat op. Ja. En er was geen praten aan. Ik kan verschillende homoseksuele jongeren aanleveren die een relatie willen of zoeken en die dat zullen bevestigen Ja. dat ze bij ons niks opgelegd krijgen. Maak je zorgen? Ja, dan ik maak me wel een beetje zorgen. Ja, ik ben erg benieuwd, dus nogmaals, welke definitie van homogenezing ze gaan toepassen. Nou, wat ik net al zei, als daar ook de visie onder valt dat het huwelijk bedoeld is voor een relatie tussen man en vrouw, Ja. dan maak ik me daar wel ongerust over. Ja. En ik denk dat dat ook de reden is waarom de ChristenUnie en de SGP tegen dat wetsvoorstel hebben gestemd. Ja. Dan even over homo zijn. Is dat een vloeibaar iets? Kun je van hetero ook homo worden en van homo hetero? Is dat puur aangeboren? Of denk je dat dat ook door bijvoorbeeld een relatie met een vader of een moeder die verkeerd verloopt, beïnvloed kan worden? Ja, het is een heel ingewikkeld onderwerp. Denk te ingewikkeld voor dit gesprekje. Er zijn heel veel verschillende theorieën over, hè? Ja. Nou, laat ik het maar ophouden. Maar voor je, hoe ging dat bij jou? Ik heb me daar ook nooit zo in verdiept. Ik kan me voorstellen, ik geloof dat het in ieder geval voor een deel aangeboren is. Ja. Ik geloof niet dat het helemaal 100% terug te voeren is op, zoals dat dan heet, omgevingsfactoren. Zoals als je die omgevingsfactoren terug zou kunnen pellen, dan word je weer hetero. Daar geloof ik niet in. Nee. Dus wat in mijn geval het aandeel aanleg is geweest, of omgevingsfactoren, ik weet het niet. Het interesseert me eigenlijk ook niet. Ik geloof in ieder geval niet dat ik er van mijn homo zijn af zal komen. En voor mij hoeft het ook niet. Of zelfs misschien wel, nou, doe maar liever niet meer. Nee, je bent blij met zoals je nu bent. Ja. Ja, Ik bedoel, ik leid er niet onder. een oud-leraar van mij op de Evangelische Hogeschool, professor Ouweneel, die zei dat niemand 100% hetero is en niemand 100% homo. Ben je het daarmee eens? Is er een Ja. spectrum? Ja, dat zeg ik op avonden ook altijd, bijna met exact dezelfde woorden. Ja. Kijk, ik geloof niet dus dat iemand die overwegend homo is. Kijk, in het middenveld, wat jij dan zegt, tussen 100% een en 100% ander, zit het middenveld van, dat neigt naar biseksueel, het 40-60 veld. Ja. Nou, daarin geloof ik dat inderdaad verschuiving mogelijk is. Er zijn ook verschillende onderzoeken over die
laten zien dat er verschuiving mogelijk is. Ja. Wat dat betreft is seksualiteit wel fluïde. Ja. Maar ik geloof niet dat iemand van overwegend homoseksueel overwegend heteroseksueel kan worden. Dus zo'n grote verschuiving heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord dat die heeft plaatsgevonden. Oké. Helder. Is homoseksualiteit afkeuren, is dat eigenlijk het nieuwe taboe? Er was lang een taboe omtrent homoseksualiteit, om daarvoor uit te komen. Maar kun je er als christen nog wel voor uitkomen dat je homoseksualiteit ziet als zonde? Ja, dat is weer een definitie van woorden. Wat is homoseksualiteit? Ik ben homoseksueel, ja. Maar daarom ben ik niet zondig. Als je bedoelt met homoseksualiteit leven in een homoseksuele relatie, dan zou je dus de vraag kunnen stellen, is dat zonde? Maar het homo zijn op zich is geen zonde. En dat in de gesprekken wordt ook nog wel eens door elkaar gehaald. Alleen het feit dat wij de mogelijkheid openhouden of toch wel voorhouden dat het in ieder geval niet vanzelfsprekend is dat je als homo, christenhomo, een seksuele relatie aangaat, vanuit het onderwijs van de Bijbel over seksualiteit, zou je tegen homoseksualiteit zijn. Ik ben niet tegen homoseksualiteit. Ik heb wel mijn vragen bij het issue of dat betekent dat je ook een seksuele relatie kunt aangaan. Kijk, en dat laatste, dat is wel een groot taboe inderdaad. Dat mag je eigenlijk niet vinden. En krijg je veel onbegrip voor jouw zienswijze daarop, voor hoe jij daarin staat? Zijn er mensen die niet snappen dat je als homo niet het ook praktiseert, zeg maar? Jawel, dat zijn er vrij veel, ja. Ja. Maar wordt dat erger of valt het mee? Is er ook begrip? Ja, kijk, ik... hoe zou ik het zeggen? Ik ben er niet zo geprononceerd in of zo dat ik dat steeds te bedden breng. Meestal is het dan een kwestie van, nou ja, ja, eigenlijk zeggen dat er ook nog bij, oh respect, maar ja, voor mij hoeft het niet. Ik vind dat je onnodig moeilijk doet. Maar ik denk dat ze meestal wel het idee hebben dat ik daar, dat ik het niet op een manier doe dat ik mezelf wegdruk en ongelukkig ben enzovoort. En dan moet ik zelf zeggen dat ik soms van niet-christenen daar meer respect voor krijg dan van christenen die voor de homoseksuele relatie zijn. Ik weet nog wel dat toen we net begonnen, toen werd ik geïnterviewd door een journalist van de RTL-website. Mm-hmm. En het was gewoon een erg leuk gesprek. Ik bedoel, ze vond het een beetje raar of vreemd hoe ik erover dacht, maar ook wel weer mooi. Ja. Ja. Nou, dankjewel Herman voor je reactie op dit lastige en persoonlijke onderwerp. Oké, graag gedaan. Hey, leuk dat je naar deze video hebt gekeken. We kunnen deze video's alleen maken door de steun van onze leden. Dus ga naar cip.nl, abonneer je en start je gratis maand als je nog geen lid bent. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.